Welkom kanaal Creatief met Rebecca. Het is natuurlijk weer journal tijd, dus we gaan weer lekker journalen. Ik ga weer een pagina maken in mijn Travelers Notebook. Maar jij kunt dit natuurlijk ook gewoon gebruiken in jouw eigen bullet journal of in jouw schriftje waar je graag in werkt. Zoals je ziet heb ik de flow heb ik klaarleggen. Dan ga ik wat papiertjes uithalen om mijn pagina te versieren. Ik heb wat lijm klaarstaan en natuurlijk een schaartje. Dus ik zou zeggen, pak een lekker kopje thee erbij en dan gaan we weer creatief aan de slag. En ik ga mijn boek even aan de kant leggen. Ik ga mijn journal erbij pakken. Deze leg ik aan de kant. Pak ik mijn klemmetje, ga ik er even bij pakken. Zodat hij goed in het midden blijft zitten. Dat ik heb nieuwe smalle gepakt. Ik heb ook wel brede. En ik ga even wat leuke papiertjes verzamelen. Ik zag al hele leuke. En die papiertjes ga ik eigenlijk gewoon gebruiken voor in de hoekjes. En ik had hier al wel hele leuke. Van het meisje wat aan het zwemmen was. Vond ik wel een heel toepasselijk thema. Ik ga een pagina maken met de zwemmende meisjes. En ik had hier ook iets met structuur. Nee. Oh, hier met bloemen. Vind ik ook een heel leuk thema. Deze pak ik erbij. En ik heb een schaartje natuurlijk klaar liggen, maar ik vind het ook leuk om gewoon zo wat beetje in een soort vormpje te scheuren. Want het hoeft natuurlijk helemaal niet zo strak te zijn. Ik denk dat ik deze kant ga doen. Zodat ik hier aan deze kant het zwemmende meisje heb. En natuurlijk aan de andere kant. Je kunt natuurlijk gewoon over deze pagina's heen schrijven. Het maakt natuurlijk helemaal niet uit, want je schrijft hier natuurlijk gewoon overheen. Dan ga ik mijn lijn pakken. Ik denk dat ik deze iets in ga korten. En wat over is, net zoals dit. Dit gaat natuurlijk gewoon terug in de flow. Dat kan ik wel weer een andere keer gebruiken. Of voor een pagina of voor sneeuwmond te versieren. Daar heb ik ook gewoon allemaal hele korte. Deze lijn hier. Zit die er vast vast? En ik heb het al een keer eerder gezegd, ik hou vooral gewoon van eenvoudige en simpele pagina's. Want dan is het ook gewoon leuk om vol te houden. Dan dat je voor jezelf hele moeilijke pagina's gaat maken. En je op een gegeven moment het plezier verliest in het journalen. En het is ook niet zo dat ik elke week wat schrijf, maar ik heb soms wel bepaalde weken, net zoals met vakanties of met feestdagen, met verjaardagen. Dan vind ik het altijd wel leuk om stukjes te schrijven.